Kikker TV van de locatie Bresjes. We staan hier bij uh, het beeld Horen, Zien en Niet Zwijgen van Omer Juliet. Dat heeft hij gemaakt als protest tegen de watervervuiling in de schuilen. En uh, straks gaan we naar de Sint-Barbara-kerk voor een interview. Ik zie hier uh, 1925, in Bierwiet geboren. Ja. Een boerenzoon. kan je wel vertellen van hoe het leven toen was op de boerderij. Ja, we liepen op klompen, nee. En op klompen naar scholen. Het was een half uur te lopen, iedere dag heen en weer. En als je kwam, ja, dan ging uh, ja, je echt het land op. He. Moest je gewoon uit? ja je moest gewoon uit ja, als, als, als als kind als kinder zat je al op het land he vlaastrekken trekken. en dan een jaar of acht negen wat ging weer een drie. nu nu die kinderen die worden van de morgen tot de avond eigenlijk gevolgd he? Ja. he of ze gaan naar een, een of andere beweging van van, ja, van van schaatsen of van het is allemaal in een clubje, zo, he? op het rijden zie je niet veel kinderen niet meer dat ja, je of drie vier en dan kon je overal door dus zo'n dame had, die, op een boerderij moest je met een dammetje moest je zo dat, dat opkomen. Hè? En dan hadden ze een bus onder, ja, zo, iets van zo groot. En dan dat, 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 dat wou je door, ja. dan kroop je Ik weet nog wel eens dat een keer een aas hè. die Die zag ik zitten en die zat te slapen. Die zag je zo bewegen. Hè. Die naast zijn oren en zijn nek zo lacht hij daar te slapen. En de kroop erin. Ik kwam vlak bij jou, zo dicht dat bij jou. En toen riep ik. En die naast die schrok snij kapot. En die, 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 vloog, die vloog met zijn ex voor tegen die puzzel van boven. Oké. Okay. En dat er gaat door. In uh, december 67 is hij in gekomen. Ja. En uh, dan kwam je van Woersburg. Ja. Mocht je dan verschil tussen Breschis anders en Woersburg uh, en Noors, Ja, daar schijnt mij een jubellen. Een jubellen. Dat schijnt mij een jubellen ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Hier was meer de, Hier, de mensen, die ben vrijer, die zijn opener, ja, die zitten ook met dat water. En die ben niet, niet gisteren, want die zijn overal geweest, die mensen meer staan En Oostbeuren was meer een gesloten bevolking. Die pastoor ja, dat was een brave vent, maar brave zeg daar Er zat te weinig fantasie allemaal. He. En uh, ik kon mijn fantasie niet kwijt. En ook, ja, ik had natuurlijk geen donder te vertellen, he, want je was kapelaan. Ja. Dus ik wou eigenlijk meer op mijn eigen zin, he. Dat ik zelf beslissing kon nemen. En zo. Het moest allemaal als een hogere. Ja, van, van een hogere kant. He. Dus op een moment dat ik dacht ik: ik moet niet toch nee maar, maar hoe? He. Dus ik dacht: ik ga, ik ga een keer op mijn blote voeten lopen. Dus ik liep op mijn blote voeten door in die pastorie, Die zegt: dat is nu toch ook geen zegt. Als er nu iemand komt, ik zeg: ja, wat dan nog? Dan zijn er zijn allemaal blote voeten. Maar het was mijn manier om druk te geraken. He. Die hij dan nog, als je, dan, als je morgen weer zo binnenkomt, dan kun je beter weggaan. Ik zei, Dat is dan morgen, nee. Dus ik, dan ben ik weggegaan naar, naar een gezin, eigenlijk naar een joods gezin. En die, die worden dan een eentje weg, dan ben ik een week of vijf wonder gedoken. En dan, 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 dan: Ik had nog een vriend, die was pastoor. Een, 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 een rector in het ziekenhuis, die bend hem op, die zegt: Bresjes is vakant. Bel ik op naar de bisschop. Dus ik ben de bischop op, die zegt morgen kan je komen. Die zegt: je, 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 je kan direct komen. Dus zo ben ik hier terecht gekomen. dat gedaan dat, ja. Dan was er s'avonds een, een pater-marest die had ook opgebeld, ook om hier te komen. Dan is er een pater-marest hier gekomen. Dat was helemaal anders gelopen. Nee, je was hem voor. <laughs> ik, was, ik was eerst. ben je nog een keer mee wisten bij, bij Jan de Winde, ja. De 45. Ja. Ik kan je dan nog wel vertellen wat er toen gebeurde. Op de, de hornad was dat. En dan hebben we een paar dingen zo meegemaakt. S'nachts zat je in een, in een net. Of in een, in een wrak. Ja. met een net. En het was zo mistig, je zag je zag een hand voor je ogen. En donker en, en, en vreed slecht weer. En die zat in een, in, een, in een wrak. En die kwam niet meer voor, het was niet meer achter. Het was dus helemaal schuin in het water, dat schipje. En uh, ja, ik kon er wel goed met mijn hand wempen. Dus daar kwam Jan, die kwam daar die beneden. Die zei: Maar ben je nu niet bang? Hè? Ik zei: Ik ben, ben niet bang. Hè? Ik zei: Ik weet ook niet waarom, maar ben niet bang? Hè? Die zei: Hoe kan dat nou? Ik zei: Ja, ik heb er wee van gemaakt. Van, van de Toen <laughs> <laughs> Dat is zonder lachen. En die, die raakte ontspand, want die zat echt, die zat echt vast in van Binnook. Ja, ja, ja. Want het is hartstikke gevaarlijk natuurlijk. Je, je kunt naar de houden. En die gaf een proppe has. En die was er door uit, zeg. Daar kwamen we in de morgen van achter de Westkapelle. En uh, Godorie, die, die was nog wel beste wat dimster, wat donker. Die zegt, zie, Verre leeg brestjes. Die zegt, zie het leeg? Ik zei, ja. Die zegt, dan gaan we naartoe. Die zegt, je pakt dat roer, dan gaan we dan dat bootje opkussen. Dus ik, uh, ik kan dat roeren, En we gaan kikken kijken in de zet, <laughs> Ja, kan ik het je daarvoor zeggen? Ja, maar, ik weet precies wat er gebeurd is. Vertel ja, op ja, ja door die een mutterverlaten kwam, Jan, die, die kwam dan naar boven gelopen. Die zegt, stommer, ik zie hier dat schipje dan nog niet komen. Ja, dat was geen kleintje hoor. En die, die draaide naar en vlug, vlug. En dat was een verschrikkelijk ongeluk geworden hoor. Dat was zo'n bootje van een paar honderd meter. Die zegt, zie, hij nu zonder je kerkje kom dan moet je aan die mensen zeggen: als je er ondernemer nemen wil gaan, dan moet je altijd eerst goed op zieken kicken. Ja, naar een doel. Want dan moet je als vaste doen, maar ik kijk naar, naar iedereen. Voor mij worden ze allemaal gelijk. En nog, ja, en dat is toch ook zo. Dat is het eenvoudigste dat er is. Hé. je nou mooi mooie verhaal Als ze kunnen zeggen hier bij de mens, dan is het toch goed? Hé. Hey.